Sinds 1978 wonen ze hier in Nieuwegein. De Roma. Sommige mensen noemen ze Zigeuners, maar dat vinden ze zelf een scheldnaam. Jarenlang horen we niks over deze groep. Het lijkt goed te gaan. Tot augustus van dit jaar. Hier wordt een Roma-jongen Marco in elkaar geslagen, volgens eigen zeggen, door een groep witte mannen. De volgende dag komen de Roma naar de eigenaar van dit café Rijnzicht om wraak te nemen. Ze slaan hem met de barkruk bewusteloos. En sindsdien komen de Roma negatief in het nieuws. Wat is er toch aan de hand in Nieuwegein? 2 weken geleden sluit Big Daddy's. Een groep Roma-zigeuners heeft de portier mishandeld en vernielingen aangericht. In hetzelfde weekend is het ook raak bij Café Rijnzicht. De eigenaar heeft zijn oogkas op meerdere plaatsen gebroken en ook hier zou het om Roma gaan. Er zou sprake zijn van hoge werkloosheid, lage opleiding, armoede, schuldenproblematiek, veel criminaliteit. En daarom in deze primetime aflevering, wat is er aan de hand met de Roma in Nieuwegein? Nou, hoe is het volgens u? Nou, ik dacht 10 keer beter dan waar dan ook de wereld, weet je wel. En zeker voor dat soort gasten. Ja, want wat is er dan met dit soort gasten? Het is gewoon kut. Want ik woon daar gewoon, ja, tenminste, mijn ervaring is gewoon kloten. Dit is gewoon racisme. Nee, niks geen racisme. Ik zeg het uit... Dit soort gasten, dat klopt niet. Hoe bedoel je dit soort gasten? Wij zijn niet iedereen is hetzelfde. Nee, ik heb het over mijn ervaringen, weet je nog? Zijn deze vingers even groot allemaal? Nee, klopt. Dan kun je ze ook niet over allemaal over één kant scheren, denk ik, toch? Of wel? Dan moet je gewoon wat meer weten van hoe Nederlanders zich uitdrukken, weet je wel. Dat is het grote probleem gewoon. Er wonen 50.000 mensen in Nieuwegein. En er zijn er 63 die zich niet aanpassen, weet je wel. Die zijn gewoon voor de rest verkloten. Nee, gewoon verkloot, dat geeft gewoon een kutbeeld, weet je wel. Dat zijn wij dus. Wat denk je, dat wij maffia zijn of zo? Ja, zeker weten. Denk ja, jullie denk doen de hele dag een flikker in. Ja, dan zou ik maar snel verhuizen als ik jou was. Oh, sorry. Ja. Verhuizen? Ja. Ze gaan in de school. De meeste mensen die zijn werkloos of die hebben geen werk. Ze hebben wel een hele mooie auto waar ze in rijden. Ze krijgen een uitkering, ze krijgen huursubsidie. En wij moeten hier heel hard werken. Wij willen best meepraten, is ook gebeurd. Na die escalatie zijn er heel veel gesprekken geweest. Uiteindelijk vinden wij dat er gewoon heel weinig gebeurt, concreet. Natuurlijk gebeurt er ook wel eens wat met Nederlanders. Die pikken ook wel eens. Tuurlijk, zal ik niet ontkennen. Maar niet op de manier zoals hun dat doen. Ja, waar zit hem dat verschil in? Nou, met een groep binnenkomen en tassen vullen en intimideren. En als jij wat durft te zeggen, dan kom je aan de beurt. En dat zijn gewoon. En ook van, nou, jij gaat vanavond naar huis toe en dan pak je wel op onderweg. De Nederlandse dief is gewoon een beetje bang nog. Ja. En de Roma die komen gezellig met de hele groep naar binnen en die hebben scheid. Ja, klopt. De familie Tokkies, dat zijn toch ook Nederlanders? Die zijn toch ook anders dan jullie? En moeten wij jullie dan ook allemaal zo bekijken? Ja, maar Tokkies zijn om te lachen. Ik bedoel, ik vind het gewoon om te lachen. Dat is toch ook een familie die gewoon. Nou, dat is het. Ja. Ook een Nederlandse familie, dus moeten wij jullie ook allemaal zo bekijken. Ja, en die Turken zijn nog asjaar dan ons. Ze denken dat zigeuner mensen zijn heel slechte mensen, ja? Ze stellen. Nee, maar als je heb ik 450 per maand uitkering. Met 520 deze hospitaal. Je moet soms een brood meenemen, je moet soms iets meenemen om te kunnen eten. En dat is niet stelen. Toch of niet? Nee, dat vindt u? Nee, ik vind wel stellen, maar je moet. Hoeveel Roma wonen er in Nieuwegein? 500. 500. Ja. Hoeveel van deze Roma zijn werkloos? 100%. Nou, kan ik. 100% werkloos. Een gemiddelde Roma heeft hier 25.000 tot 30.000 euro schuld. Pardon? Ja. De gemiddelde Roma heeft wat? 25.000 tot 30.000 euro schuld in Nieuwegein. Je liegt. Nee, ik lieg echt niet. Dat kunt u ook bij de maatschappelijk werker nakijken. Ik kan het niet nakijken. Ik probeer cijfers te vinden over de Roma. Ja, dat is nooit het leuke daarvan. Er zijn nooit cijfers. Nee. Omdat er ook niet wil geïnvesteerd worden in de problematiek van de Roma. De Roma heeft een schuld van 959 euro bij de zorgverzekeraar. Inkassenkosten. Met rente erbij. Alles komt het op 1138 euro. Veel van jouw vriendinnen en ouders hebben ook problemen met deurwaarden en zo? Nederlands niet, maar Marokkaans en zo. En Roma? Wel, ja. Ja, die Roma-vriendinnen van je hebben ook allemaal. Ja. En ben jij ook Roma? Ja. En waar ben jij geboren? In Nederland. In Antonius Huis. En wat voel je? Voel je Roma of voel je Nederlander? Roma. Wil jij verder leren op school? Ja, precies. Of wil jij ook trouwen als je 12 bent of 14? Nee.
Nee. Met zigeuner traditie, ja, mag wel. Mag niet, al komen trouwen met 14 jaar. Moet trouwen. Hoe heet jij? Laura. Oké, Laura, we gaan een afspraak maken. Jij trouwt niet. Jij bent een slim meisje, je gaat naar school. Ja. En dan word je de slimste Roma van Nederland. Ja. De toekomst is leren. Hè? Ik denk dat iedereen recht op heeft. Ja, op school. Een vak leren, dan kan je tegenwoordig kan je heel veel komen. Hè? En misschien kunnen ze zo meteen ook hier in mijn plein ook een eigen zaakje hebben. Nou ja, daar moet je er wel voor werken. Dan moet je heel hard leren. En dan, dat kan best hier in het land. Er zijn alle mogelijkheden voor. Ja, heel hard. Moet je heel hard voor werken. Oh, heel hard voor leren. Willen jullie dat, jongens? Zo'n winkel hier op het plein? Tuurlijk. Ja, dan moet je toch echt toch naar school om dat gaan leren. Echt. Maar zitten jullie allemaal op school? Zit jij op school? Ik zit ik ben een ouder. Ik zit niet op school. Maar hier zitten de meeste jongens. Ik zit op school. En jullie ook? Zitten jullie gewoon op school? Ik niet. Jij niet? Waarom? Ik word niet geaccepteerd op die school. De gemeente maakt zich druk omdat ze zeggen, in deze tijd kan je kinderen van 14 jaar niet laten trouwen. Roma willen dat niet, ze houden die kinderen thuis. Dan moeten we onderwijsinspecties sturen, tot 16 moeten kinderen op school raden. Als je moet naar school, dan moet tot 16. Maar zij moet ook weten hoe moet in een huis onderhouden. Als je gaat morgen gaat trouwen. Wij willen gewoon dat zij gaan trouwen in onze volk, klaar. Maar dat is toch niet meer van deze tijdraden, dat is gedwongen. Dat is, wij zijn zo'n kleine groepje. En als onze dochter gaat ze trouwen met andere gezinnen. En onze zonen gaan ze trouwen. Over 20 jaar blijft niks, over 100 jaar bestaat geen Roma meer. Maar is dat zo erg? Maar wij hebben duizenden jaren zo gegaan en nou willen jullie dat in één keer wij alles verloren? Hoe komen jullie daarachter? Dat kan toch niet zomaar? Dus mijn mooie zoon zal niet mogen trouwen met jouw kleindochter? Nee. Nou, jij bent Indostan, jij lijkt op mij, misschien wel. Maar wij komen ook een beetje uit India. Oké. Maar kijk, dit is jouw prachtige kleindochter Danielle. Ja. Hoe oud ben je? 8. Oké, Danielle is 8. Ik kan begrijpen dat jij zegt dat dit meisje volgens de traditie moet trouwen alles. Maar kan je met mij meedoen en zeggen dat de Nederlandse maatschappij zegt, dit meisje moet de kans krijgen om minister-president te worden. Dit meisje moet de kans krijgen om een eigen televisie te maken. Ja, dat zal ik de gelukkigste man worden. Ik heb niet werk gevonden. Haar vader niet werk. Haar moeder niet gewerkt. Denk je dat dat zal zijn? Dat ja. Worden een advocaat? Ja. Door wie? Ja. Omdat jouw traditie en jouw manier van denken beperkt haar in de ontwikkeling. Ik geloof dat zij advocaat kan worden. Ze is slim. Ze kan dingen. Ik geloof dat ze dokter kan worden. Ja, dat zal goed zijn. Maar dan moet je toch. Maar begrijp wie zal die kans geven? Die regering. De Nederlandse regering. Maar wat hebben ze voor ons gedaan? Moeten wij extra politie hebben voor Roma's? Voor zigeuners? Voor de duidelijkheid, de burgemeester van Nieuwegein heeft gezegd dat er meer politie moet komen in Nieuwegein, specifiek vanwege de problematiek met de Roma. Ja. En waarom ben je daar boos over? Hoe zal dan. Ik leef nou goed met die buurt.